En ik zag gelijk aan een skim. Ik denk, er is mijn eerste getekende van bijzaak. Ik denk, dat kan haast niet. Maar het gebeurde toch. Harold Swiers, ik speel al meer dan 40 jaar de marathonvluchten. En de laatste jaren begin ik me ook meer op te richten op de ZLU-vluchten, waar ook mijn passie wordt in de toekomst. Vooral de Barcelona wil ik graag winnen. Nu heb ik het Bergerac gewonnen, wat natuurlijk ook mooi in mijn straatje past. Ik speel voornamelijk op Nest, maar ook het totale weduwschap. Maar de meesten zullen maar zeggen, ja, hoe kan dat? Maar ik speel alles door elkaar. De weduwnaars zitten tussen de nestduiven en de weduwvinnen zitten dan wel apart in een apart vlieghok. Dit is mijn nieuwe hok die ik vorig jaar erbij gezet heb. Je vliegt hem voor het eerst jaarlingen op in 2 jaar en dat ging tot nu toe super. Al vele kopprijzen gewonnen op dit hok. Dit is een mooie jaloezie, die gebruik ik alleen tijdens het vliegseizoen. Over enkele weken gaat hij weer de lucht in. Want het is echt om jaloezie te kweken met de dolfers, die vechten niet en ze doen altijd. Deze voer ik hier een beetje, maar deze voer ik net zo goed bij op de bakken. Dat doe ik maar ook om hier om de strijd aan te gaan. Op Bergerac heb ik 42 duiven ingekorfd. Zowel weduwvinnen, weduwnaars en enkele nestkoppels. Ik zat hier zondagmorgen te wachten op naar de bonnen. Want ik denk, ja, dan moet je op een gegeven moment voor 9 uur een duif draaien. Wil je een beetje meedoen voor de ZLU, aangezien de meldingen. Maar om 9 uur heb ik nog gekeken op de meldingsite, was er nergens een duif bekend in Nederland. En dan zit je te wachten om naar Bonne en dan zie je hem in één keer om 9:45 zie je in één keer een duif komen. En ik zag gelijk aan de skim, ik denk, dat is mijn eerste getekende van bijzaak. Ik denk, dat kan haast niet, maar het gebeurde toch. En op dat moment was ik nogal vrij rustig, maar later achteraf kreeg ik toch de problemen met het meldsysteem. Ik kon mijn duif niet melden, nergens. Alle meldsystemen lagen eruit. En dat was dan wel even hetties op dat moment. Nou, en dat is ongelooflijk wat er dan gebeurt als je zo'n duif zo vroeg pakt. Of voor de nabonnenduif. Die er eigenlijk toch eerder aan moeten zijn nadat ze zoveel eerder los waren. Maar het is gewoon een superduif in. Ja, op een gegeven moment, na een kwartier of 20 minuten, toen kon ik melden. En toen zag ik wel dat ik bovenaan aan stond. En ik denk, ja, met de achterhand wordt nog vrij moeilijk. Maar je weet het maar nooit, maar een uur later wist ik het zeker. Want ze konden me niet meer verslaan. De winnares die heb ik als bon gekocht van Robin Bakhuis, clubgenoot. En het was een heel aparte duif vorig jaar, als jong al. Als jong had ik hem direct de eerste vluchten altijd gelijk voorop. Ik denk, het leek wel een Vitesse duif. Maar toch, op een gegeven moment, met de laatste jonge duivenvlucht, was het altijd een van mijn eerste. Ik zeg tegen Robin, dat is een heel aparte duif. Ik zeg, als het echt een vondduif is, dan pak ik haar volgend jaar. Maar ik zie er wat in. En dat ik er wat in zag, dat blijkt ook wel, want ik had hem dit jaar speciaal gekoppeld op Red Down. De winnaar van Pierre de Jeur van 3 jaar terug. Dus ik zag wat in die duif. Ik denk, goeie moet je een goeie zetten. En gelijk op Limoges dit jaar won hij al een 19e VNC van ruim 2000 duiven. En 2 weken later won hij de 9e nationaal Pierre de Jeur van ruim 8000 duiven. En nu wint hij landelijk de eerste van ruim 25.500 duiven. Het is gewoon een heel bijzonder duifje. Deze duivin kwam net thuis tijdens de opname. Dit is Miss Orange. Die had ik dit jaar gespeeld op Perpignan als eerst getekend, helaas. Kwam ze niet vroeg thuis, maar is gelukkig weer thuis. Maar vorig jaar won deze Orange om als enige zelf van afdeling 9 door te zijn op de dag van lossing. Ze was winnares met bijna 3 uur voorsprong op nummer 2. Echt een super duivin. Het bestaat hier uit de sportmengeling van Jelle Jellema van Bayers. Dat is mijn basismengeling waar ik voer. In het seizoen, na de maand de vluchten zwaarder worden, voer ik steeds zwaarder. Maar begin van de vluchten dan voer ik heel licht. De Vitesse vlucht van 200-300 kilometer voer ik er door de week ook nog paddy bij en wel zoontjes.
Maar momenteel, nu de echte vondvluchten binnen zijn, voer ik de basismengeling van Jellemaar. Ik vind dat een supermooi voer. Hier zit ook wel paddy door. Maar het is gewoon een supermooie mengeling. En daar zijn ze ook heel gek op. En ik voer altijd de duim tijdens het vliegseizoen op de bak. En dat is altijd makkelijk als je zoiets doet. Dan kun je op een gegeven moment de duim niet meer moeten. Die kun je de laatste 3 dagen extra voeren. Qua voeding, vetvoer of ja, een beetje extra snoepzaad erbij, doe ik ook wel eens. Soms wat hennep erbij. Een paar pindaatjes, geven ze ook wel eens. En dan voer ik ze allemaal met een lepel. En dan kan ik precies in de gaten houden wat ze ongeveer eten. Hoe zwaarder de vlucht, hoe mooier dat ik het vind. En dan een duif doorkrijgen op Barcelona s'avonds nog. Om 8:09 om 1300 kilometer. Dat is toch iets wat je graag ziet. Ja, dat is gewoon een kick rijden. Dat is gewoon zo prachtig.